Hallo, daar zijn we weer. Het is FIFA vrijdag. Jongens, Loco versus World, jongens. We gaan er weer voor. Hey, vorige week hadden wij FIFA zaterdag en zondag. Omdat we geen FIFA vrijdag hadden. Maar nu is er weer een FIFA vrijdag. En het doel van FIFA vrijdag is dus om jullie een goed gevoel te geven over het weekend. En daar beginnen wij vandaag mee. Ik ben vandaag met Luc helemaal bovenaan. Hallo Luc. Hallo. En Robin Cool, die ken je nog van de Strapper video. Dat is gewoon Ruben. Die ken je nog uit de Strapper video van in GTA. Als je naar mijn video kijkt. Hallo Ruben. Hallo. Hallo. En dan hebben we natuurlijk Broekzak. En Sven kennen we allemaal van heel veel video's. Hey Sven. Goedendag. Kijk, we zijn nu al met 4 mensen. Dus ja, ik ben benieuwd. Wij hebben nog nooit met zoveel mensen tegelijkertijd gespeeld. En we moeten ook behoorlijk snel gaan spelen. Want Ruben die valt behoorlijk vaak uit. Dus ik zou zeggen, start the game, sir. Oké, dan starten we nu de match. Ik wil de adrenaline al stromen. Oh ja, ik ook. Oh, echt waar. Maar dat komt ook door dat ik een beach neem. En, oh, crap. En dat komt dan weer. Omdat ik het wel verdiend heb, want ik heb maar 1 uurtje geslapen en voor de rest van de dag alleen maar gewerkt. Gewoon voor 24 uur. Ik heb gewoon gewerkt. Nu mag ik wel een biertje hebben, dacht ik bij mij. Oké, we gaan beginnen, jongens. En, Oh, ik ben geel. Ik weet niet eens wie ik ben. Oh, ik ben blauw. En ik wil geen Johnny Offside zijn dit keer. Oeh. Ja, bijna. Hoppa. Donald Duck scores again. Wel, jullie hebben er nooit meegemaakt, maar wij wel. En Donald Duck, dat is natuurlijk Luc. Donald Duck, Luc. Huh? Nee, ja. Ik heb hem niet. Maar ja. Hij is wel Donald Duck. Dat is zijn pro. En ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. Hey, ik sta hier ook nog. Maakt niet uit, ik heb wel gescoord. Jammer. Oh. Okay. Ja, dat is ik wel. Ja, je kent me bijna niet meer. Ik heb mijn pro aangepast. Ik heb nu blauw kort haar heb ik met een blauw kort haar met een rode sik heb ik. Blauw kort, dat was grijs haar wat je net had. Nou, in die editor was het blauw, hoor. Maar jongens, ik wil nog wel 1 ding even onder de aandacht brengen. En dat is mijn voicemail. Want wat jullie eigenlijk doen met z'n allen is jullie joinen mijn voicemail op Skype. En doen er vervolgens niks mee. Dat is niet de bedoeling. Jullie moeten een berichtje inspreken. Want zo kun je bijvoorbeeld Q&A vragen stellen. Of kijk, daar gaan we trouwens. Oh nee, daar gaan we niet. Maar zo kun je vragen stellen aan, aan Loco versus World en de mensen eromheen. Wil je dingen weten van Sven? Wat voor ondergoed hij draagt of zo, weet ik het. Wat voor sexy stiefbroer die heeft. Ja, precies. Of wat het liefste eet of zo. Laat gewoon een berichtje achter en we gaan het gewoon beantwoorden. Nogmaals, ik heb dit al zo vaak gezegd. Loco versus World ben ik niet alleen. Hoewel ik op deze channel dan Loco ben, maar er komt ook een hele world met mij mee, moet ik zeggen. En dat zijn de Loco crew, de bende, de army, of hoe je het ook wil noemen. De Loco power bars, of weet ik het. Ik heb geen idee hoe je dat moet zeggen, maar ik begin de aandacht te verliezen. Kom op, we moeten wel winnen. En je weet wat de vorige keer gebeurde. Kijk, dit gebeurde ook de vorige keer. Oh. Jammer. Hey, ik hoorde wel een fluitje. Oh, dat is wel netjes. Dat is wel een mooie. Ja, we waren een beetje aan het prutsen. Ja, jullie waren een beetje te veel naar mij aan het luisteren, denk ik. Oh. Ja. Oh. Keeper, jongen. Goed zo, braaf. Nou ja, braaf.
Hebben wij? Nee, we hebben geen ingooi. Wij hebben een. Wij moeten hem nou vangen. Vang de bal. Vang ja, de bal. Vangbal. Of spelen we geen handbal? Nee. Oh. Bijna goed. Oh. Voetbal. Oh. Oh ja, dan is het anders. Dan moeten we hem. Ja, dan moeten we hem op goal schieten. Klemmen. Ja. Nou ja, de keeper dan. Oh. Ik heb een mini poppetje. Nou, nee, het valt mee hoor. Want zo mini ben ik niet. Ik ben wel ik klein. Wel. Oh. Ja, maar dat helpt niet meer in FIFA 14, hè? Niet per se. Oh, ik ben buitenspel, niet erbij pasen. Ik ga weer terug. Het is juist niet een mini poppetje, want als je hem te klein hebt, is hij ook niet snel. Nee, is hij gewoon dom. Ja, dank je. Nee, dan wordt hij dom. Je hebt geen flikker aan, want je bent totaal geen kopie wel eens. Nou. En je bent er ook niet sneller op. Ik heb eigenlijk alleen maar nadelen. Nee. Want ik ben sneller, als ik mijn poppetje nog een centimeter kleiner maak, dan word ik jou slomer. Best wel raar. Oh, oh. Oh! Oh. Hey, oh. Ja, penalty. Penalty. Hoppa. Oh, als Johnny moet nemen, wordt het een niks? Ik wil nemen. Oh, ik? Ruben. Oh, nee. Laat mij nemen. Ik moet hem. Laat mij nemen, RT. Dan ja, komt hij dan, hè? Of Duk? Nee, Duk. Nee, Loco. Loco moet hem nemen. Nee, niet jij. Het is Loco versus Walter. Ah, Luc, jongen, prutsen. Oké. Okay. Ik wilde hem eerst in de andere hoek doen, maar toen dacht ik, nee, ik schiet hem altijd in die hoek. Ik in de andere hoek. Maar... Had Johnny laten doen, man. Ja, dat was nog beter geweest. Jongens, no stress. Wat niet op de lat of zo. Oké, oh, kijk. Dat is Broekzak. Broekzak, hier. Oh. Ah. We spelen dik verdedigend, jongen. En dan zeggen ze wat over mij, van... Oh, hij moet geen dingen nemen, hoor. Nou, ik ga wel echt op goal schieten, hoor, straks als ik de bal krijg. Ja, je moet nu echt genieten van je momentjes dat je de bal hebt. Ja, ja. Inderdaad. Oh, kijk, ik loop mee in het midden. Ik ben niet... Oh, nu wel buitenspel. Nu niet meer. Oh. Jammer. Maar de jongens en meisjes, wel 1-1. Het is wel al een beetje spanning in de game. En daar pak ik de bal af. Kijk, hier ging het gebeuren. En dan heb nu Rob. Of Robbie Cool, Luc. Robbie. Ja. Oh. Die heeft de bal. En... Oh. Ruby Cool en Job in 1. Robby. Yep. Robby. Alright. Woehoe. Ik denk ik ga hier staan, want dan vang ik de bal af. Dacht al. Johnny. Ik denk ga daar staan, dan vang ik de bal af als een beetje op. Niet? Niet goed? Oh. Bijna goed. Dan bijna goed. Oh, ik moet dus voor die spelers gaan staan, denk ik. Ja, voor die lijn. Oh ja, oh, dat kan ook. Dat kan ik wel hoor, dat kan ik. Ik maak hem zo wat langer. Kijk, ik pak de bal af, zie je, en daar gaat hij dan. Oh, daar ging hij dan. Ja. Kan iemand die lijn een beetje verplaatsen, dan kan ik gewoon staan waar ik wil. Oh nee. Oh, daar gaat de 1-1 positie die we hebben, jongens. Johnny, no. Oh. Johnny. Ja. En zijn moment is geweest. Ja, ja, ik heb er wel van genoten hoor. Tot het... Echt waar. Oké. Okay. Hoe spelen hun gek? Ja, ze zijn een beetje apart. Hoeveel zijn hun? Ja, met 11. Met 11 man. In ieder geval. Oh, kijk. Broekzak. Oh, jammer. Jammer. Bad things happened. Crosses in. Could be a goal. Alright. En een header. Ja, die is voor Broekie. Hé, Broekie. Iedereen heeft met de macht 10 achter die bal aan. Me. Ik wil de bal. Ik heb de bal nog niet gehad.
heb hem één keer gehad in de wedstrijd. Ik wil hem nu. Ik heb hem nog niet gehad. Nee. Oh, ik heb hem wel vaker gehad. Nu wil ik hem 1 seconde vasthouden. De bal. Dan pak je hem ook nog op zo. Dan ren je ermee weg. Sorry, dames en heren. Oh. Ja. Oh, je headset, Johnny. Alweer? Robot, doe de robot. Zo, zijn we er weer? Ja hoor. Oké. Okay. Ben ik weer. Alright. Doe de robot. Doe de robot. Doe de robot. Oké, nu gaat Loco ook even scoren. Dan gaat hij zich even mee bemoeien. Kijk, hier in blauw. Hij rent achter iedereen aan. Het is gewoon niet cool als je gewoon de bal bij me weg vandaan speelt. Gewoon. Hier, geef mij de bal maar. Gaan we de offside positie hier. Lekker Luc, lekker jongen. Dat is even een applausje voor Luc. Lekker Luc. Ja, Lucky Luc. Goed gepaasd, hoppa. Daar staat. Dat was het 1-1 en daar staat het 3-1. Oh, wat een bal. Oh, Johnny. Ja, dankjewel voor de erkenning van mijn kwaliteiten. Nou, ik doe net dat het echt was. Oh. Oh, dat was een mooie beweging. Oh, kijk dan. Kijk dat. Nu. Oh. Nou dan. Nou, ik niet. Ik was het niet. Not me. No. Not the YouTuber. Wat? Wat? Dikke faal van FIFA, jezus. Ofwel, voor jou. Ik heb nog een buitenspel. Ja, op stond wel van buitenspel. FIFA Logic. Nee, er stond nog een speler achter. Ja, maar dat die speler telt dan als keeper. Aha. Is dat ook in het echt? Ja. Nee. Oh, jawel, nou. er moeten twee man voor de bal staan. En er stond er nu maar eentje voor. Hmm. Auw. Hier is Loco. Ik heb hem nog nooit meegemaakt. Nee, omdat het bijna nooit voorkomt. Omdat het niet zo ver uitloopt. Ja, want het is FIFA Logic. EA Logic. It's in the game. Good strong challenge. Alright. Nou, veel van de commentary is niet geworden, maar we zijn nog steeds bezig en we proberen het nog steeds. Hey, oh, kijk, mijn bal. Patience is the name of the game at the moment. Pak een mondje, pak. Nee. Oh. Wat? Nee. Oh, benen zeg. Jezus. Hij doet hij ook nog de moonwalk. Oh, Michael Jackson was een wit man. Hij speelt de bal wel. Door de benen zeg. Oh. Je kan niet veel aan doen. Dit is echt dramatisch van keeper. Ja. Als je niet hoeft alleen maar te blijven staan. Dan is al genoeg. Ah, ik denk even een Loco momentje, die kunnen we wel gebruiken, maar... Oh, toch heeft Loco wel wat goals gescoord ook voor Loco vs. World 4, zo op de FIFA vrijdag. Maar ja, toen waren we nog met weinig man en toen was er ook weinig aanspeelmogelijkheden. Nee. Denken ze, oké, dan maar naar die klootzak. Wat zeg ik nou? Wat? Ja, weer dan. Ja. Man. Normaal zeg ik die woorden helemaal nooit. Niet van je verwacht, Johnny. Ik ben van mijn fiets gevallen. Ik heb weinig geslapen. Ik weet niet. Ik ga met de bus. Hoe kan je met de fiets dan? Ja, ik ga met de fiets naar het dorp. Oh, lekker jongens. Lekker. Ja. Ik ben van mijn geloof gevallen. Ik ook nog. Daar hebben ze gewoon geluk mee. Omdat wij zo chaotisch zijn. Ik wat zei Frank ook weer, maar we zijn wel tweede van de laatste ofzo. Tweede? We zijn wel tweede, maar dat betekent wel dat wij de winnaars zijn van de verliezers. Dat is waar. We hebben toch wel gewonnen. Ja, respect man. Respect. En ze hebben lost possession. Respect. Oh, kijk. We lopen met z'n allen lopen hoor. Go. Ik loop hier voor het geval dat jij de bal kwijtraakt. Oh, wat is dat nou?
Oh, scherp ook. Scherp. Johnny verpest het weer, hè. Ja. Dat was Johnny toch niet? Nee. Dat was jij gewoon, hoor, maar... Ja. Ik stond gewoon als backup, maar... Ja. Ja, ik wilde naar de Rudy. Rudy. Ja, Rudy. Ja, nog een andere Rudy. Naam. Ik wilde de hele tijd naar Joost spelen. Ik wil nog zeker even naar Herman paten. Naar Jan. Jan de Steen. Oh, die is er niet. Oh! Johnny! Loco gewoon, hè? Hier, loco. You're dead. Yes. Oké, we kunnen verliezen, maar we doen het wel in stijl. We zijn geen verliezers. We zijn happy campers. Tweede van de laatste. Ja, we zijn tweede van de laatste. Zo is het. En we blijven ook doorgaan. Misschien worden we nog wel beter dan dat. Oh, helaas, helaas. Oké, ik ben weer onside, jongens. Ik kan de bal weer ontvangen. Op je vaste plek sta je. A inhouden, A inhouden. Spel dus. Kijk, kijk, kijk. Nee, ik sta niet buitenspel. Oh, kijk. Nu komt Loco naar het midden. Oh, wat een kutpaas, hè. Die buns. Oh, oh, oh. Ja, dat is gewoon een voorzet, maar zo goed. Ja, wel heel slecht de voorspel. Player. Hey, Patrick is online. It's Dutchy Me. Sterretje is online. Sterretje, ook wel bekend van de GTA Loco Crew. SpongeBob. SpongeBob. SpongeBob? Nee, niet die. Patrick Ster, jongen. Sterretje. Oh, pak die bal dan, komt hij dan, hè? Oh, kijk. Zeg ik te veel? Oh, wacht. Johnny, wat? Ik was even aan het kijken. Oh. Ja, ze zeggen dat de gast bij de buren wel groener is, dus ik was even aan het checken. Oké, okay, ik sta vrij. Jij bent geblesseerd. Oh, dus die is er best. Gewoon doorgaan. Ik kan dat niet wisselen. Oh, kan ik gewoon, hoor. En dan speelt hij alleen niet meer. Cheers, Jeff. Dan zit ik op de bank. Hey, oké. Okay. Moet je uitgegooid. Oh. Oh, dat doe dat maar niet. Nee, doe dat maar niet. Daar zorgt KPN wel voor. Daar hebben we KPN al voor. Ja. Yeah. Deze reclame, deze video is niet gesponsord door KPN, by the way. Dat is wel. Maar... En ook niet door Microsoft. Zo. Oh, wat is dat nodig? Oh, aan. Volgens mij had hij ook wel wat gedroeg. Johnny wel als hij gezopen heeft, man. Ja, inderdaad. Oh, kijk, komt hij dan, hè. Oh! Luc, schiet! Oh, penalty. Scheids! Wat? Penalty, geen penalty natuurlijk, maar een vrije trap. Wat een penalty, wat een vrije trap. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Trapwaardig. Ja, zeker. En ook een alcoholtest trouwens. Oké. Okay. Hij blijft binnen, denk ik. Nee. Alleen in mijn stoutste dromen. Pinsnelheid, plus 1. Oké. Nou jongens, ondanks dat we gewoon 4-2 hebben gespeeld, heb ik het toch enorm naar mijn gezin gehad. Dit is ook weer nieuw voor ons allemaal eigenlijk, met 4 man te spelen gewoon in de local crew. Dan maakt het niet uit of je verliest of wint, het was gewoon heel gezellig met elkaar. En jongens, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, ondanks deze nederlaag. En het is helaas niet anders. En nou wat moet ik het woord geven aan 4 jongens. Dus ik doe het op volgorde van Luc. Ja, dat is dramatisch. Ja, ja gewoon... Eén woord, gewoon dramatisch. Ja, ja, maar wel gezellig. En dan hebben we nog Sven. Tot ziens. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Oké, en Ruben? Ja. Heel jammer, maar ja. Tot ziens. Alright. Oké, okay, dan ga ik voor de rest het afmaken, jongens, want... Ook al hebben we deze verloren, vorige week hadden we een leuke rage quit. Nee, vorige week hadden we helemaal niks. Maar daarvoor hadden we rage quit en we hadden afgelopen weekend hadden we ook een leuke gameplay. Helaas is deze week niks geworden. Maar, jongens,
Weet je nog dat ik maandag een videootje had over tijdens mijn commentary Monday over hoe dingen gingen veranderen. Ik denk dat er nog iets gaat veranderen, want waarschijnlijk wordt het volgende week, als ik genoeg likes krijg op deze video, wordt het gewoon een GTA week. En dan gaan we gewoon de hele week, gaan we al die video's achter elkaar gooien van Road to Roosevelt. Elke dag weer een nieuwe video van Road to Roosevelt, tot en met zondag aan toe. Hoeveel likes dan? Genoeg. Ik weet niet. Ja. Ik vind er één al genoeg. Maar, twee. Twee. Oh, ja. Vijftien, man. Vijftien. Nee, 25, 35 likes. Nee, joh. Ja, nou. Gaan ervoor. Gewoon 15 likes. Laten we daar beginnen. Als je 15 likes krijgt en leuke comments over... Ja, ik wil GTA Week. Zeg het dan en dan doen we gewoon een GTA Week. En dan gaan we, maar het primary wordt dan Road to Roosevelt. En dan gaan we dat gewoon doen met z'n allen. En dan kijken hoe jullie erop reageren. En kijken wat jullie ervan vinden. Vooralsnog, jongens. Dit was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zitten al op 21 minuten. Jeetje, wat lang. Maar ik zie je de volgende keer weer. See you later. Hello. Alligators. Hello. Bullseye.